Hallo allemaal, dit is Nonne Parkhek en we gaan vandaag eens... Momentje. Ja, dat kan wel eens gebeuren. Ik leg een ei, we hebben de vorige keer. Hey, wat is dit? Deze kartonnen doos uit Amerika mag dan wel fragile zijn, maar hij is ook rexcellent, want ja, hey, hij is Jurassic Park gerelateerd. Dinosaurs rule the earth. En hier is nog een gyrosphere met een triceratops. Hey, een triceratops, die hebben we hier ook. En, oh, wauw, kijk, een mosasaurus. Alles mede mogelijk gemaakt door Jurassic Park Custom Collections. Amazon is er ook ontzettend blij mee. Take 2. Deze video wordt mede mogelijk gemaakt door Jurassic Pete Custom Collections. We gaan hem maar eens openmaken. De unboxing, zoals ze dat altijd heel grappig noemen. Jurassic Pete Custom Collections heeft mij het een en ander toegestuurd. En dat komt omdat ik bij hem een giveaway gewonnen heb. Nu doet mijn vrouw constant mee aan giveaways. En zij wint echt heel veel. Maar deze keer was ik eens de gelukkige. Maar de giveaway komt als laatste. Want komende vrijdag ga ik naar Jurassic World Dominion. En hier hebben we dus al iets uit die film. Die Owen Escape Pack met twee Atrociraptors. Zoals je hier ziet, 1, 2, een Owen. Niet heel verwonderlijk, want er zijn tig Owens van Mattel. En dan ook een Carnotaurus. In de film is die veel groter. Oh, sorry, spoiler. Maar wie de trailer gezien heeft, had het al kunnen zien, geloof ik. Ja, dat is 1. En dan hebben we er nog 1. Even geduld, want daar komt deze die ik heel interessant vind. Want dit is met Soyona Santos. Wie gaat zij zijn in Jurassic World Dominion? Oh, jullie zien mij als het goed is. Sorry daarvoor, maar dat komt gewoon door de belichting. Opnieuw een Atrociraptor trouwens. Dan heb ik er 3 en er zijn er 4 in totaal. En er zit ook een hele mooie kooi bij. Ja, dit gaat uiteraard een belangrijke scène zijn in Dominion. En het gaat zich afspelen in Malta. We gaan door naar de volgende. En daar is de handlanger, denk ik, van Soyona Santos. Rain de la Cour, naast Owen in het rood. Met, ja serieus jongens, ik heb eigenlijk nauwelijks blues. En dan bedoel ik niet muziek natuurlijk. Dan bedoel ik deze Velociraptor. Ik heb er 1, ook een battle damage, extreme damage. Nee, dat was een battle damage, maar dat maakt niet uit. Verder wilde ik geen blues kopen, omdat ik wist dat ik, nou ja, daar zit hij in. En ik heb hem dus nog eentje. En dat vind ik meer dan genoeg. Ik ben geen collector die alles wil hebben. Gaan we door naar de volgende. Dit is dus ook van Dominion. Wat staat ons nog meer te wachten? Oh, dit is een legacy ding. De Legacy Collection met een fantastische Jurassic World, nee, de Lost World Jeep met Roland Tembo en een Parasaurolophus. Ja, die is heel leuk. Kijk, weet je, het probleem is gewoon, hier in Nederland krijg je het gewoon niet te pakken. Je moet naar Duitsland toe. Nou, ik woon niet bepaald bij de grens. Ik ben echt niet goed in trommelen. Mijn zoon wel. Die trommelt erop los. Maar die ligt op bed, zoals jullie misschien wel. Ah, mijn vrouw kan het ook, want zij heeft erop gezeten. Ja, en dit is toch echt fantastisch. Sorry voor de weerspiegeling weer. Ik ga nog een keer beter naar kijken. Een andere keer. Wanneer we verhuisd zijn, ja, dat heb ik in andere filmpjes ook gezegd. We gaan verhuizen. Dan heb ik daar iets meer ruimte voor. Het nieuwe hieraan is de Lexiguur met een pan.
In feite had ze een pollepel, geloof ik. Maar goed, maakt het uit. Het is een keukengerei, ding, gereedschap. En ja, zo'n Velociraptor. En Timmy hadden we al wel in de Ford Explorer. Maar hier hebben we dus ook gewoon Lex. Ja, ik ga daar toch even die achterkant ook laten zien. Voor de kijkers, ook leuk. We zijn alweer bijna aan het einde gekomen van deze video. Owen, wat doe je daar? Je was nog helemaal niet in de Lost World en dat Vosk al helemaal niet. Wel een hond trouwens in San Diego. Sorry, ik wijk af. Dus hier zo, de Isla Sorna Capture Pack met Roland Tumbo. En dan de Kitchen Encounter Pack met echt een klassieke Jurassic Park Velociraptor. Zoals je ziet, die waren toen nog eng. Nu zijn de Velociraptors à la Bloom niet echt enorm scary of zo. Zijn er te gewend aan geraakt. Maar wellicht dat het in Dominion weer lekker spannend wordt met deze Atrociraptors. Waar we er hier drie van hebben. En eentje ontbreekt nog. Die is ook nog niet uit, moet ik zeggen. En dan hebben we Owen en Rain de la Cour met Blue. En dan hebben we daar Soyona Santos met de Release and Rampage Pack. En vervolgens die Owen Escape Pack. Heel lastig om die hier in Nederland te krijgen. Maar wie weet wat de toekomst ons brengen zal. Wat betreft die nabije toekomst weet ik wel wat ik op vrijdag 3 juni ga doen. En dat is naar Jurassic World Dominion in Utrecht. En mijn vrouw gaat ook. En met wie ga jij? Ik ga met ons neefje. Ja, want wij zijn hier enorm fan van de hele Jurassic Park franchise. En ik heb een hekel aan het woord franchise, want dat doet mij te bedrijfsmatig op. En daar heb ik gewoon echt helemaal niks mee. Het is entertainment, het is leuk. Het moet niet een bedrijf worden. Kom op zeg, we houden van dino's. Punt. Ik hoop jullie de volgende keer weer te zien, maar dan niet in de weerspiegeling van die box. Hier, die doos, sorry voor het Engels. Maar wellicht in een nieuwe Jurassic Park Hangout. Dit was Not a Park Egg. Tot de volgende keer. En oh ja, binnenkort kom ik met die verrassing. Stay tuned.